Hoi, hoi, ik ben Sjane van de Vrijbelgarage en we gaan deze dakkaart doen. Deze kaart is van Joe Rice, designer bij Lavinia. En het gaat me vooral om de achtergrond, hoe ze die gemaakt heeft. En die wil ik jullie gewoon laten zien. Oké, laten we gewoon beginnen. Dus wat je nodig hebt is een papiertje. Ik heb er een van 14 bij 14 centimeter en die mat ik op 14,5 bij 14,5. En daarna op een kaart van 15 bij 15. En waar je mee begint is met strookjes plakrol. En dan doe je er eentje aan de linkerkant onder. En je mag ongeveer tot de helft van de kaart komen, niet langer. En dat doen we ook het tegenovergestelde aan de bovenkant. Ik heb deze plakband of plakrol, hoe heet het nu, noem je dat? Die had ik alvast geknipt. Oké, ik heb gewoon stempelpapier gebruikt, omdat ik heb gemerkt met aquarelpapier, als je daar met plak op gaat zitten, dan trek je de hele structuur van het papier trek je kapot. Dus gebruik daar gewoon papier voor en zo nat gaan we niet werken, dus het kan. Oké, en deze gaat dan naar beneden en dan heb je een hoek. Oké. Voor die andere heb ik Distress gebruikt. Hier ga ik Element voor gebruiken. Hetzelfde soort inkt, reageert ook op water. En je neemt daar, ik doe even een stukje papier onder. Je neemt daar een beetje van. En deze Element inkt die is heel heftig. Dus ik zou een beetje afstempelen op je matje of papier en dan begin je in de hoek te blenden naar boven en de andere. Dus in wezen heb je alleen die hoek met inkt. Je kunt een beetje naar buiten vagen en datzelfde doe je ook in die andere hoek. Nou, je ziet dat als ik niet afstempel, dat die heel heftig van kleur is, de Elements. Voor jullie alleen maar duidelijker. Dus dit is niet een ontwerp van mijzelf, maar die van Joe Rice. Alleen doe ik het in het Nederlands. Oké, dan komen we met de stempels. Ik heb dan zeg maar een muis hier. Hier heb ik ook een muis en dan neem je stempelinkt. Ik gebruik hier VersaFine voor. Het maakt niet uit welke inktje je daarvoor gebruikt als die maar watervast is. Want tenminste, ik ga hem straks inkleuren. En als die niet watervast is, dan kan het zijn dat die, dat die gaat vlekken. En deze zet ik neer in de linker onderhoek. Okay, die stempel, vaak hebben we te weinig geduld met stempels, maar je kunt hem in één keer opstempelen, maar dan moet je hem gewoon even goed vasthouden en alle kanten drukken en zorgen dat je niet gaat schuiven. Dus je altijd van boven naar beneden drukken. En dan heb je hem. Dan ben ik weer van alles kwijt. In de bovenhoek had ik bedacht die hangers, maar je hebt vast wel stempels zeg maar die hetzelfde kunnen. Dus dit is gewoon een basis en je hoeft hier inderdaad helemaal geen Lavinia's voor te gebruiken of te hebben. En denk eraan dat je gaat niet een mooie product maken omdat je dan werkt met bijvoorbeeld Lavinia stempels in plaats van een ander goedkoper merk. Het gaat om het ontwerp. Want ik merk heel vaak dat mensen dingen gaan kopen en niet eens weten wat ze ermee moeten. Met het gevolg dat je gewoon heel veel geld kwijt bent
En dat is helemaal niet nodig. Bij de Action heb je ook leuke stempels en die kun je er ook voor gebruiken. Maar het gaat inderdaad van hoe maak ik die achtergrond. Oké. En natuurlijk, deze stempels van Lavinia zijn heel erg gedetailleerd. En je zult zien dat... In principe heb ik maar twee stempels nodig. Dit is een duurdere stempel en dit is een stempel van 1,50. Dus het hoeft allemaal niet zo erg duur. Deze zet ik ernaast. En maak gelijk je stempel schoon dan. Oké, dan pak ik nu een stencil. Dit is een stencil ook van Lavinia, maar het maakt op zich niet veel uit. En we pakken dezelfde inkt. Dit kun je doen met welke inkt dan maar ook, welke je hebt. En niet zo heftig. En je gaat in die lege stukken, ga je wat structuur doen. Met die stencil. Het hoeft maar een heel klein beetje te zijn. Kijk uit dat je niet gaat stempelen of met de stempelinkt gaat op het zwarte. Of tenminste wat je net gestempeld hebt. Want dat ga je zien. Je zoekt gewoon wat lege stukjes op. En het gaat om het idee dat er wat kleur in zit. Oké, dan kun je nu zeg maar de tape eraf halen. En dan zul je zien dat... Kijk, als je dit doet bij het aquarelpapier, dan gaat het scheuren. Je hebt die verwijderbare tape. Of tenminste, die tape zeg maar, die je dan niet plakt. Nou, door het stempelen waarschijnlijk plakt het erin. En ik heb ook meegemaakt dat door het stempelen... Dat je dwars er doorheen stempelt en dan wordt het heel erg smoezelig eronder. Dus ja, ik heb gewoon stempelpapier gebruikt hiervoor. En het wordt straks een beetje nat omdat ik met waterverf die dingen in ga kleuren. Dus voorzichtig dit eraf trekken. En dan heb je dit. Kijk, hier heb ik hier dat toch geraakt nog. Dan heb je nodig een watervaste stift en een liniaal. En met die watervaste stift en liniaal ga je een randje maken. En het maakt niet zo veel uit tot hoever je gaat, als je maar niet tot het einde gaat. En doe je liniaal even... afvegen, want het kan zijn dat daar zwart aan zit. En anders heb je nog meer smoets op je werk. Aan die kant ook. Aan de bovenkant. Dus eigenlijk wat je afgeplakt hebt, dat ga je natekenen. Af. En dan deze kant. En met diezelfde watervaste stift doe ik wat doodles aanbrengen door middel van krasjes. Je mag ook wat anders doen, een slangetje of wat dan ook. Dit gaat om het ontwerp. Maar deze is gewoon heel simpel. Ook voor je kerstkaart is die heel leuk. Als je hier gewoon een grote kerstboom plant. En dan wordt die heel leuk. Nou, dat zwarte dat ga ik straks wel wegwerken. Oké, dan heb ik nog een tekst. Ik heb hieronder Have a Very Happy Birthday. Die stempel die heb ik hier. En dan... stempel ik die. En die plot ik hier.
doordat ik een stapel met kopieerpapier hieronder heb, dan heb ik de demping, zeg maar, voor de stempel. Want een clearstempel, zoals deze heet, die heeft nodig dat hij wat veert. Je moet ook niet te hard drukken, want dan krijg je een tekst met obesitas. Dan loopt het allemaal in elkaar over. En hou dit ook weer eventjes vast en kijk uit dat je niet uitglijdt. Dat gebeurt mij regelmatig. En dan heb je de tekst dubbel erop staan. Okay. Die is ook gelukt. Gelijk schoonmaken. Oké, en dan ga ik nog die dingetjes inkleuren. Oké, nou, ik heb wat sterretjes erop gestempeld. Zodat dat niet die vlek niet zo opvalt. En heb ik een papiertje wat een halve centimeter aan beide kanten groter is. Als zijnde mat. Lijm. Maak ook dit papier niet te nat met je lijm. Dan gaat het bobbelen. Als je papier al bobbelt, gebruik dan dubbelzijdig tape om dit vast te plakken. Want dan kun je met de dubbelzijdig tape de print wat strakker trekken. Ik draai hem altijd om en druk de lijm zo aan, want voordat je het weet zit ik, heb ik allemaal vlekken. Deze gaat erop. Dan heb ik vandaag een simpele kaart en het gaat dan om de achtergrond. En deze kaart die komt zo vaak voorbij. En dan gaat het nog niet eens om de kaart, maar de techniek van het werken met een stencil. Dat je daar gewoon ook andere dingen mee kan doen. Maar kom niet met je stencil als je dat na de hand doet. Want normaal doe je het eerst stencilen en dan stempelen. En dit is dan zeg maar net andersom. Eerst ga je stempelen en dan ga je met de stencil werken. Maar kom dan niet op het zwarte van de stempel. Want dat ga je echt ga je dat zien. Oké, nou dat was deze kaart. Snelle kaart vandaag. En ik hoop dat jullie deze kaart leuk vinden. Hij is van Joe Rice, het ontwerp. En zo ga ik hem ook posten. En veel plezier ermee. En tot de volgende keer. Doei doei!